Ik god non de uren. Bellen met een goede bekende. Ja, het gaat vanavond weer beginnen. Eindelijk, man, wat heeft dat lang geduurd. Pauw en Witteman, een nieuw seizoen. Jeroen Pauw, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een fijne vakantie gehad, Jeroen? Heb je een keuken? Ik heb wel een keuken. Maar de vraag is, kan je koken? Toch? Want je kunt wel heel veel geld uitgeven aan een keuken. Maar kan je koken? Dat is wel een goeie, ja. Koen, die heeft een vriendin. Juist. Dus waarom bindt hij zich dan op over de keuken? Ja. Want zat de ketting erbij, of niet, Koen? Nou. Het enige recht van de vrouw? Nee. Jeroen, laten we het over het televisieprogramma hebben. En de vraag of je een fijne vakantie had. Had je daar al antwoord op gegeven eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof dat ik wel een fijne vakantie heb gehad. Dat was natuurlijk een lange herfstvakantie. Maar ik ben gelukkig het land een beetje uitgeweest. Waardoor het gewoon wel een zomervakantie werd. Oké. Maar het is eigenlijk jammer dat je deze zomer weg bent geweest. Want er was zoveel nieuws. Het is niet zo dat het nieuws, ook als het buiten de grenzen van Nederland zich afspeelt, binnen de grenzen van Nederland alleen bekend is, hoor. Oh, dus je hebt het wel een beetje meegekregen allemaal? Overal, hè. Je kunt overal in de wereld. Maar je kon er niks mee. Als programmamaker wil je dan natuurlijk s'avonds daar gewoon over kunnen kletsen, toch? Ja, dat is sowieso zo. Eigenlijk zou het mooiste zijn als je zo'n programma doet wat dicht op het nieuws staat, dat je gewoon elke dag uitzending hebt. Maar binnen het systeem wat wij hebben, is dat niet helemaal gewenst. En eerlijk gezegd is er ook wel enige ruimte voor vakantie. Alleen dit is wel heel erg lang dat we er niet zijn. Ja. En dat vind jij zelfs te lang, begrijp ik. Ja, ik vind het te lang, ja. En overigens mijn collega Paul ook, hoor. We zouden graag wat langer. We gaan wat eerder beginnen, maar ja, dat is helemaal niet zo. Nee. Wat vond je van de Knevelen van de Brink dit seizoen? Ik heb niet zo heel veel gekeken, maar wat ik wel heb gezien, vond ik het in zijn algemeenheid goed. Ze hadden goede gasten. De gasten die er toe deden zaten er meestal toch wel, zou ik zeggen. En jullie gaan dit seizoen een beetje aanpassen, hebben wij begrepen. Het wordt wat meer lachen, hè, bij Pauw en Witteman straks. Nou, ik weet niet of dat het zo is, maar wij hadden wel, tenminste, ik had wel, dat ik dacht, god, iedereen doet zo treurig en treurniswekkend deze dagen. Over van alles. Laten we proberen ook een beetje een vrolijke, optimistische blik te hebben. En dat heeft ook wel een beetje, tenminste wat mij betreft, met de vakantie te maken. Als je op vakantie bent, dan ben je sowieso wat uitgeruster en wat opgewekter en wat vrolijker. En dan hoor je al die stemmen klaven over regen of over bezuinigingen, over wat dan ook. Dan denk je, ach, kom op. Laten we het ook een beetje vrolijk doen. Dus maar hoe vertaalt zich dat dan in jullie programma? Ga je dan meer, Hans Klok wat meer aan tafel bijvoorbeeld? Nee, hoewel ik Hans Klok met liefde en plezier graag aan tafel zou hebben, omdat het een leuke tafelgast is. Het is niet zo dat we een hele ander programma gaan maken, dat denk ik tenminste niet. Maar dat we proberen in ieder geval niet alleen neerslachtigheid aan tafel te laten neerdalen. Dus gewoon af en toe ook iets vrolijks. En het kan ook een vrolijk gesprek zijn met een serieuze gast, of niet alleen maar mopperen op wat alles wat niet goed is, maar gewoon ook zeggen, maar goed, we zijn toch. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld hoe hoog Nederland genoteerd staat in de wereld als het gaat over scholing, huisvesting, de rol van vrouwen in de samenleving. Noem eigenlijk allemaal op. We staan bijna overal in de top 10. Dat zijn nadrukken in plaats van alleen maar meehuilen hoe verschrikkelijk slecht het in ons land toch aan toe is. Dus eigenlijk vind jij samengevat dat dat de vorige seizoenen van Pauw en Witteman gewoon wat te neerslachtig en te chagrijnig waren? Nou, vorig jaar vond ik dat met name. Okay. Ja. Vorig jaar we hebben misschien iets te veel ons met z'n allen in de hele samenleving, denk ik dan, laten meeslepen door die aankondiging van die crisis, waardoor de meest zwarte scenario's werden geschetst. Ja. Dat we grote werkloosheden zouden zijn en dat we, nou ja, weet je wel, daar heeft iedereen elkaar door gek gemaakt, waardoor er ook een neergang in de economie heeft plaatsgevonden die voor een heel groot gedeelte voortkomt dus uit sentiment. Dus mensen waren bang om nog een auto te kopen of bang om een huis te kopen, raakten daardoor ook hun huis niet meer kwijt en zo. En dat was eigenlijk vooral sentiment. Want in de tussentijd heeft die economie zich weer enigszins hersteld vanuit hetzelfde sentiment. Dus ik dacht, we moeten gewoon een beetje af en toe een lichte toon en af en toe en ook serieus. Blijven de vrouwonvriendelijke grappen ook dit jaar? Dat wil Frank weten. Ja, er wordt mij een zekere mate van vrouw
onverbiddelijkheid toegedicht ik in zijn algemeenheid, zeker als ik met, mij met vrouwen begeef, nooit zo wordt herkend. Dus nee. Dat zijn voornamelijk mannen. Nou, mocht het over keukens gaan vanavond, ik zou niet over een ketting beginnen in ieder geval. Nee, maar daar was ik ook niet over begonnen. Nee. Nou, maar Jeroen, dat weet jij denk ik ook, dat vrouwen vinden niets leukers dan ze een beetje in de maling nemen en een beetje vrouwonvriendelijk af en toe tegen zijn. Nou, vrouwen vinden het gewoon leuk in het spel. En als het ook spel is en je doet het niet serieus, dan is het natuurlijk leuk om gewoon elkaar een beetje te plagen. Dat is gewoon wat vanaf het schoolplein al meisjes plagen, kusjes plagen. Ja, nou precies. En dat moet Paul niet doen, want dan wordt het een beetje een oude vieschrik van. Maar als jij dat maar wel gewoon lekker blijft doen. Ja, maar het zijn ook nooit de vrouwen die zich daarover opwinden, hoor. Het zijn altijd andere mensen die een zekere mate van chagrijn hebben. Ja. Jullie kunnen het leuk met elkaar vinden, begrijp ik, over de vrouwonvriendelijkheid. Ja, ik moet daar altijd heel erg om lachen, dus dat vind ik gewoon leuk. Jeroen, hoeveel seizoenen gaan jullie nog door met Pauw Witteman? Hoeveel seizoenen gaan we nog door? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Dit is het zesde waar we nu beginnen. En ergens dit seizoen moeten we natuurlijk ook weer zeggen, gaan we een zevende doen en dan weer een achtste. Ik heb geen idee. Okay. Ja, en dan naar New York, hè, begreep ik. Nou, kijk, vorig jaar aan het einde van onze uitzending, onze laatste uitzending van het vorige seizoen, toen werd er gezegd, dat doen jullie over 5 jaar. En toen zei ik, nou, het zou mij wel bevallen als ik over 5 jaar in New York woonde en daar een beetje zou werken. Maar goed, misschien is het wel over 6 jaar. Moet iemand met jou niet dit jaar even het 5 jaar later programma gaan opnemen? Of dat je dat met jezelf doet? Of is dat... Ja, dat zou ik... Goed idee. Ja. Ja, leuk. Nou, goed idee. Vanavond, overigens leuk om te weten, Frank, zit Bauke Mollema aan tafel. Oh. Dat is echt een held. Die zit nu in het vliegtuig. Weet je wat de grap is, Jeroen? Maar dat weet je natuurlijk, want je hebt je voorbereid op de uitzending van vanavond. Maar die heeft het hartstikke goed gedaan met de Ronde van Spanje. Maar als hij dus de Tour had gereden, had nu het hele land het alleen maar over Bauke Mollema. Maar omdat het niet is uitgezonden en de Ronde van Ronde van Spanje is, lult bijna niemand erover. Ja, nou, zo is het natuurlijk. Want hij heeft het hartstikke goed gedaan. En daarom zijn we ook heel erg blij dat hij bij ons vanavond aan tafel zit. En ik denk dat we daar ook een leuk gesprek mee kunnen maken. Want het is ook eens een keer een bijzonder aparte, leuke jongen. Zo is het maar net. Maar hij komt bij ons niet in de show omdat hij nu in het vliegtuig zit. Okay. Vanavond hier te kunnen zijn namelijk. Precies. Nou ja, dan komt hij morgen bij jullie in de show. Overmorgen. Nee, dan hoeven we niet meer, want het is bij jullie voor mij. Zo werkt dat. Jeroen, succes vanavond. Oké. Dankjewel.